In hoeverre denk je dat uh, de wateroverlast in Limburg, maar ook in België en Duitsland, door de klimaatverandering komt? Ah, ja, dat is ook zo'n voor de hand liggend. Nou, dat is volstrekt onbewezen. Laten we daarmee beginnen met die hypothese. Uh, uh, dat is het gevolg geweest van een freak. Incidenten bij het weer, namelijk in, begreep ik een, een groot lage drukgebied, wat langdurig stil lag. En dat schijnt heel weinig voor te komen. Maar ja, als het als stil ligt, dan valt al het water op ongeveer dezelfde plek in. Je ziet die vlek, je hebt de kaartjes in de krant wel gezien, je ziet die vlek waar al dat gevallen is. En nu is het tegenwoordig zo dat bij elk friek incident met het weer, zeg maar ja, zie je wel, dat, dat is de klimaatopwarming. Dat kun je meteen, dat weet je absoluut zeker, dat is de klimaatopwarming. Laat ik voordat, ik, voordat mensen thuis, voordat die 15% ook weer beginnen te juichen, zie je wel, van Rossum is ook tegen de klimaatopwarming. Helemaal niet, daar ben ik helemaal niet. Ik, ik geloof. Dat er sprake is van klimaatopwarming. Dat is ook vastgesteld, maar dan gaat het om veranderingen op de lange termijn. Dan gaat het over metingen die over decennia lopen. Wat zie je dan? Ja, verdompt, de temperatuur op de planeet stijgt. Op verschillende plekken, op heel verschillende manieren overigens. Maar de de, wat betreft de neerslag, idem dito. De neerslag in Nederland over de lange termijn is vrij fors toegenomen in de afgelopen decennia. Dat is dus niet een freak-incident, dat is een statistisch gegeven over langere termijn. Dus geloof ik in opwarming van het klimaat? Ja. Geloof ik dat dat klaarblijkelijk leidt in Nederland tot meer neerslag? Overigens in het westen van het land veel meer dan in het oosten van het land. Dat moet er nog even bijgezegd worden. Ja, daar geloof ik ook in. Geloof ik dat elk freak-incident in het weer ook het gevolg is van de klimaatopwarming? Dat blijft onbewezen. Dat moeten we eens zien. Want je zag ook bij deze, bij deze overstromingen, hoe dramatisch die ook mogen zijn. Zag je weer het bekende nieuwsverschijnsel van. Overstromingen, dat is nog nooit gebeurd! Sinds de Romeinse tijd hebben we hier helemaal geen overstromingen gehad. Hoe, hoe, hoe kan dit gebeuren? Dat moet klimaatopwarming zijn: hè? dat die reactie. Ik zou zeggen. Mijn moeder woonde in de Betuwe, daar is 20 jaar geleden is nog een groot deel van de bewoners van de Betuwe geëvacueerd vanwege het hoge water, maar dat zijn we dus kennelijk vergeten. En forse overstromingen, bijvoorbeeld in het oosten van Duitsland, dat is recent aan de orde, nou ja, recent is bij mij dus... Twintig jaar geleden of zo, is voortdurend aan de orde geweest. Overstromingen van de Mississippi, gigantische problemen, ik weet niet meer wanneer het was, ook vijftien jaar geleden of zo. Nee, overstromingen zijn aan de orde van de dag. Even, dat is even de reden dat we de grote rivieren in Nederland niet waar, daar is een speciaal programma voor ontworpen, die hebben meer ruimte gekregen. Je zult ook zien dat dat effectief is, want ik denk dat onze grote rivieren in dit geval, waar we nu mee te maken hebben, niet meedoen aan die, aan die overstromingsrampen, zal ik maar zeggen. De Maas is een beetje een uitzondering, want de Maas is een regenrivier. Dus die zodra het heel hard regent in het bovengebied van de Maas, ja, dan komt die hele rommel, die komt naar beneden toe in Limburg, eh, laten de mensen het even nazoeken... daar is op allerlei plaatsen gebouwd in, laten we zeggen... De, zoals dat de flatplain van de Maas heet... met alle verschrikkelijke gevolgen van dien... dat als dat ding een beetje serieus water afvoert... dat de kelder onder water loopt. Die drama's die zich hebben voltrokken... Eh, zeg maar in, bij die kleinere waterlopen in dit gebied... dat is interessant, dat zou ik graag onderzocht zien. Komt dat bijvoorbeeld... Doordat die, die beekdalen. dat de stroom bijvoorbeeld is versmalt en versneld. Dat zou kunnen. Want heel veel waterafvoer in Nederland. is gericht geweest. traditioneel, trouwens overal. op zo snel mogelijk van het water af. Dus je kunt je afvragen hebben we daar wel verstandig beleid gevoerd. Hoe zit het eigenlijk precies met die beekbeddingen? Hoe kan het dat zo'n beekbedding of zo'n riviertje... plotseling dwars door het dorp in De, inderdaad... de gul bedoel je bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld. Dat zou ik dan wel eens willen weten. Is dat niet verwaarloosd? Dat zou kunnen. Hebben ze daar niet hele onverstandige dingen gedaan? Onvoldoende rekening gehouden met zo'n zo flashflot... als waar ze nu mee te maken hebben gehad? Maar om nou meteen alles maar weer... In Keulen staat de kader praktisch elk jaar onder water. Hoe komt dat? De rijnloop is versmald en verdiept. En de stroomsnelheid is verhoogd. Maar als het plotseling aanzienlijk grote wateraanbod is... dan geeft dat onmiddellijk praktische problemen. Dat hebben we... Daar zijn we nu bezig in Nederland, op dat bij de grote rivieren... om dat op te lossen. En ik ben in Wageningen opgegroeid. Om de zoveel tijd had je winters hoogwater, en dan stond er water van de winterdijk tot de winterdijk. Dat was drie kilometer water. Kijk je in de derde klas van de school, keek je naar buiten en zag je een gigantisch meer. Ja. Omdat die, die rivier had ruimte, dus het kon ook fijn overstropen. En als het een beetje mee zat, dan de hele boel. Dan had je de grootste ijsvlakte van Nederland. Had je voor je neus in feite, ja. Ik, mij was het te koud om schaatsen te leren, maar goed, ik, dat, dat had je. Dus ik, ja, waarom doen de nieuwsmakers toch altijd alsof het voor het eerst, het is nog nooit eerder gebeurd, het is zo uniek. Het is werken, een nieuw tijdperk is begonnen. Hè? Dat is wat journalisten het liefst zien: een totaal nieuw tijdperk. Alles is anders geworden, zoiets. Ongelooflijk werk. Je moet eens opletten hoeveel nieuwe tijdperken we hebben gehad in de afgelopen 20 jaar. Dat is echt vrij ingrijpend. Het weer zit vol met friek incidenten. Maar als je wil weten of er klimaatopwarming is of dat neerslag toeneemt, kijk dan naar de lange termijncijfers. En ja, dan is er klimaatopwarming. En ja, de neerslag in Nederland is ook over een langere periode toegenomen. Maar dat wil niet zeggen dat elke regenbui, niet waar waarbij je voortuin onder water loopt, meestal mensen de hele voortuin vol met tegels hebben gezet, gebeurt dat niet. Maar het, de, het probleem is daarvan dat, ook, dat natuurlijk al die betegelde tuinen natuurlijk ook tot een versnelde waterafvoer leiden. Dus als u zelf een bijdrage wilt leveren, niet waar, dan kunt u en vegetariër worden en alle tegels uit uw tuin opruimen. Dat is een prima idee, toch? Als u zelf ook iets wilt doen. Dat is ook een heel beetje een rare zaak bij die, bij die, die eh, CO2-beweging, dat, dat eigenlijk steeds een suggestie wordt gewekt. Als alle mensen thuis nou maar zich verstandig gedragen en minder CO2 produceren, dan, dan is het probleem. Maar als je kijkt, wie zijn de grote CO2-producenten? Dat is de industrie, die moet je aanpakken. He, die consumenten dat, bedoel, dat ze dan twee keer een week friet eten, dat zal ook wel CO2 produceren. Maar dat wordt nogal overdreven, eerlijk gezegd. Er bestaat ook de kans dat ze dit hele, deze hele zaak af, afwentelen, op de arme belastingbetaler. Ik dus, ben weer afgedwaald.